mevrouw. Dag, meneer. Goedenavond, ik ben van de pretmachine. Van de pretmachine? Ja, maar van de pretmachine is de allernieuwste pret, is een stofzuiger. Ik denk, daar heeft u misschien wel belangstelling voor, van een stofzuiger. Wat zeg u, een stofzuiger? Dit is een nieuw model, het is een Schots model. Uit Zweden. Ken je wel natuurlijk, hè? Ja, het is een nieuw model, het is de pretmachine noemen we dit. En hoe werkt dat? Hoe het werkt? Heel eenvoudig, ik zal hem even aanzetten. Kijk, dan ga ik hiermee rond, ziet u wel. En nou zuigt hij. Oh. Dat is toch makkelijk, hè? Ja, en... Dat zuigt hij. Sorry, even uit. En dan zit hij eraf? Zit hij eruit ook. Dat is makkelijk natuurlijk, hè? Wat is die apart, ja, hè? De pretmachine, mevrouw. Heeft u belangstelling voor de pretmachine? Buitengewoon, maar ja. En waarom noemt u hem de pretmachine? Hoe kan ik dan pret met dat ding hebben? Wat denkt u wat u een lol hebt als u zijn zak gaat legen? Nou, we zitten hier weer, hoor. Zit u thuis ook weer? Dat wordt hem dan, hè? De vierde en de laatste, hè, voorlopig. Nou, voorlopig, nee, is definitief de laatste, dame. Hoef ook niet op te letten of de kok Franse handen brandt. Deze keer brandt niet zijn handen. Nee, brandt niet zijn handen. We hebben wel nog oplossing van de vorige keer. Want ja, we hebben nou hierna geen uitzending meer. Dus het heeft geen nut dat we nou weer die man zijn handen laten branden. Want we kunnen geen prijs meer uitreiken. Maar we hebben nog wel een van de vorige keer. Dus daar gaan we natuurlijk even naartoe. Dan heb ik hier weer een bak vol met kaarten. Het is ongelooflijk, hè. We hebben zoveel kaarten hier weer, hè. Het is allemaal... Oh, het is op... Oké, nagaan. Het wordt gewoon opgevuld, hè. Denk je dat je veel... Zie je dat? Is er niet te geloven. Denk je dat je veel briefkaarten hebt? Kijk eens hoe het opgevuld is. Hè? Hoe ze je neppen, hè, bij die televisie. Zie je nou? Hoe je genept wordt. Dat is niet te geloven, hè. Daar zie je het zelf. Oh, wat erg, zeg. Nou ja, je ziet, hè. Er kijkt haast niemand. Nou ja, we pakken toch een kaart. Even kijken, hoor. Dan weet ik niet of we een goede pakken, natuurlijk, hè. Wil u er even een pakken, mevrouw? Dan doe het voorkomen, anders denken ze weer dat het afgesproken werk is, natuurlijk, hè. Pak u er maar één. Wordt dat hem? Ja. Oké, okay, nou, deze heeft gewonnen dan. Dan gaan we daar naartoe en dat is in Den Haag of in Rijswijk, liever gezet. Nou, over naar Rijswijk dan maar. Vini? Goedenavond, u zult wel denken, wat een enorm tumult hebben we hier. We zitten hier namelijk in Rijswijk. En naast mij, ik hoop dat u het nog kunt zien, zit de leraar. Dit is Guus Smit en die is leraar biologie op de Rijswijkse scholengemeenschap, hè Guus? Ja, christelijke scholengemeenschap Rijswijk, ja. De christelijke scholengemeenschap, dat is helemaal goed natuurlijk. En die heeft de videorecorder gewonnen. Die heeft geraden hoeveel keer de kok Franse handen heeft gebrand. Hoeveel keer was dat? Drie keer. Drie keer, als u het ook had, had u het goed. Maar u heeft laat niets gewonnen, want Guus die kwam uit de postzak. Hebben hem echt heel eerlijk, hebben hem helemaal onderuit gehaald. Dit is een alle leraar, hij is vreselijk populair hier, Guus, want er staan hier ongeveer 1000 leerlingen, u kunt ze allemaal niet zien. Maar je bent erg populair, hè? Nou, het schijnt van wel, ja. Ja, hè? Ik kan er ook niks aan doen. Hoe lang ben je al leraar? Bijna een jaar. Bijna een jaar, en dan zo populair als om niet te geloven. Ik mag jou de videorecorder overhandigen, die staat hier. Hartelijk gefeliciteerd met deze. En daarbij mag ik je ook nog twee kaartjes aanbieden voor de André van Duin Show in Carré. Normaal gesproken moet je daar een week van tevoren voor in de rij staan om kaartjes te krijgen, maar je krijgt ze al meteen. Hartelijk gefeliciteerd. Veel geluk. Zo, vanaf hier zo gaan zitten. Dag, mevrouw, meneer. Dag, u moet zeker bij de bank zijn, hè? Ja, ja, dat zag ik al. Ja, kom zo. Ze vroegen mij even op de bank zitten. Dan zit ik hier zo op de bank, want ze hebben hier ook een bank natuurlijk, hè? In Fluitketelland, hè? Hebben we allemaal dingen. Je kent alle dingen. Je kent wel bankzaken, heet het dan, hè? Oh, die is al klaar. Zo. Kom, ja.
zeker wezen wisselen, hè, Leni? Ga even naar binnen in de bank. Lijkt me leuk om even naar binnen te gaan. Valk. Hallo. Er is Valk. Oh, Valk. Neemt u me niet kwalijk. Geeft niet, maakt niet uit. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ja, het zit zo. Mijn naam is Bomenragger. En ik heb een rekening bij deze bank. Ik ben hier toch bij de bank? Ja, zeker. Ja. U bent bij de bank die met u meedenkt. Ah, ja. Is het de slaapbank? Nee, dit is gewoon de bank. Oh, goed, meneer, voor de bank al zelf. Uw financiën. Oh, dat ook? Nou, het gaat mij alleen om het geld even dus, hè? Ja. Meneer Bomenragger, u hebt hier een rekening. Ik heb hier een rekening, inderdaad, ja. Hoe spel je het precies? Rekening, R-E-K-E-N-I-N. Het woordje rekening kan ik wel schrijven. Oh, omdat u het vroeg, ik niks had even zeggen. Het was de naam Bomenragger die mij interesseerde wat de spelling aangaat. Ah, op die manier. Hoe schrijf je Bomenragger? Gewoon eerst boom en dan ragger. Het is heel simpel eigenlijk, hè? Boemen. Boemen. Ja, 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 precies. En is het dan Ragger met dubbel G of met CH? Nou, dat merk ik niet als je niet Ragger bent natuurlijk, hè. Dat maakt het niet uit, dus. Ragger, goed. Ja. En waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Nou, zoals ik al zei, ik heb dus een rekening hier, hè. R-E-K-E. Ja, dat weet ik al. En, u hoort tot onze cliëntele. Nee, ik heb hier rekening. Ja. Gaat u gaan. Oh. Zegt u maar. Nou, het zit, ik was toevallig in de buurt. Ik denk, nou kom, ik ga eens langs. Even kijken hoe het ermee is. Ach, dat is bijzonder vriendelijk. Ja, nou, het gaat heel goed met mij, dank u zeer. Nee, met u. Met mijn geld bedoel ik, met de rekening. Kom even kijken. Geen zorgen, meneer, dat wordt overgewaakt, hoor. Oh, gelukkig. Ja, bij ons geen problemen. Oh, gelukkig. Maar vertelt u maar, wat wil u doen? Speculeren? Nee, ik wou het even zien. Hoe bedoelt u dat? Het geld. Ik wou het geld even zien. Ik was toevallig in de buurt. Ik denk, nou, ik wip even langs. Even kijken hoe het met mijn geld is. Dat is toch normaal? Dat doe je met andere dingen ook. Even kijken hoe het ermee is. Wat is dat? Wat is dat? Dan moet ik eerst even uw saldo nazien. Oh, dat weet ik zelf. Het is 10,50 gulden. Bestaat uw kapitaal uit 10,50 gulden? Ja, ik heb de hele hups er zo opgezet in één keer. Kwijtschelen. En ik wou het nu graag even zien. En ook graag met rente erbij. Dat ik zie hoeveel het... Hoeveel het gegroeid is. Wanneer hebt u het grote bedrag gestort? Gisteren. Dan is er nog geen sprake van rente, meneer Bomenragger. Oh nee? Nee, dat spijt me zeer. Maar wat is nou uw bedoeling? Wilt u er iets bij doen? Wilt u het... Nee, ik wou het even zien alleen maar. Bedoelt u dat u dat briefje dat van... Dat ik weet dat het goed bewaakt is, dat ik het even zie. Wij staan met de service voor u klaar, meneer Bomenragger. Ik ga voor u kijken of wij een tientje hebben. Ja, dat vinden wij wel. Wat doet u? Hallo? Hallo? Wat doet u daar nou? Ik kijk hier even het kistje. Maar u gaat mij toch niet vertellen dat mijn tientje gewoon in zo'n trommeltje zit? Het contante geld hebben we hier los in het kistje, meneer Bomenragger. Ik breng mijn geld toch niet hier om in een truck. Dan kan ik het net zo goed thuis op de schoorsteen lopen leggen. Wat is dat nou? Maakt u zich toch geen zorgen. Kijk nou eens, hier is eigenlijk de 10 gulden, oftewel het briefje van 10. En dan leggen wij daarbij de 2 kwart. U legt zo mijn 10 geopen en bloot. Wat open en bloot? Iedereen ziet mijn tientje. Wat maakt dat nou uit? De bank is beveiligd, geen problemen. Bent u tevreden gesteld, meneer Bomenragger? Hier is uw tientje, hè? Nou, en dan verder, wat kun... Nee. Wat is er? Wat is er aan de hand? Dit is mijn tientje niet. Hoe bedoelt u? Kijk, ik had mijn tientje, had ik een groen puntje erop gezet. Ik denk, dan kan ik het makkelijk herkennen. Maar hier staat nergens geen groen puntje te bekennen. Dus dit is mijn tientje niet. Nee. Natuurlijk, dat is best mogelijk. Maar ik wou wel graag in mijn eigen tientje zien. Nee, maar luistert u. U kwam gisteren dat tientje brengen. Ja. Wellicht 2 minuten later is dat tientje doorgegeven aan een andere cliënt. En die gaf het weer door aan een ander. En zo roleert zo'n tientje. Maar waar is mijn tientje dan nou? Waar u... Dat
weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is helemaal lekker. 48 uur geleden kom ik hier een tientje brengen. Ik denk, nou, even kijken of met mijn tientje. Bij mijn tientje. Dat weet ik niet. Dat is even lekker als je hier komt voor je eigen tientje. Wat is dat nou voor een bewaking? Dat rouleert, dat rouleert. Dat rouleert. Als ik hier een keer terug krijg, is het helemaal groezelig. Ik zal kijken of ik uw tientje... Dat is toch niet te geloven? Dat is de normale... Er stond op een... Groen puntje staat erop. Een groen puntje. Ja, heb ik erop gezet, ja. Komt in orde. Zo, ik heb het gevonden. Kijk eens, met het groene puntje. Prachtig, hè? Daar is uw eigen... Nee. Wat nee? Dit is een rood puntje. Kijk, dit is geen groen puntje natuurlijk, dit is een rood puntje. Oh jee. Ik had een groen puntje. Nee, dit is mijn tientje. Wij zullen even nee, voor dat is mijn tientje niet hoor. Het was met een... Met een groen puntje. Met een groen, groen puntje. Zo, kijk eens, hier hebben we het alstublieft. Met een groen puntje. Nee, nee. Dat kan natuurlijk nooit. Mijn pientje staat nou hier, maar ik had het hier in de rechterbovenhoek had ik het gezet. Kijk, zie, dit is mijn tientje. Kijk, dat is even lekker makkelijk. Die denk ook, een tientje is een tientje. Maar zo is toevallig niet, hoor. Alsjeblieft. Dat zou wel even lekker worden. Heel toevallig uw eigen tientje dan toch gevonden. En u ziet, alles is nog ongeschonden aanwezig. Ja, inderdaad, het lijkt er veel op. Ja, gelukkig maar, hè, meneer Bommerach. Ja, ik denk dat dit het is, gelukkig. Fijn, hè? Ja, gelukkig mijn eigen tientje weer. Dat zat er wel wezen. Stel voor, je gaat gewoon een hondenkennel hier brengen. En voor je hond 14 dagen logeren. 14 dagen later kom je terug. Dat weet ik niet. Wel, je hond, neem maar een bouvier mee. Dat zal er wel even lekker worden natuurlijk. Maar u hebt nu toch uw eigen tientje. Ja, ik heb nu mijn eigen tientje. Daar ben ik wel even blij mee ook. Ja, zo, en de twee kwartjes. Juist. En nou vertelt u mij, meneer Boomrager, wat wilt u met het tientje beginnen? Kan u het even wisselen? Oh,
dat was wel even wat, hè? Hot chocolate, hello, how do you do? Alles goed? Nice to see you, hè? It's not the first time you're in Holland, hè? Not the first time. No, of course not. Many times we've been to Holland. Many times? Oh, yeah. Is dit from an LP or from a singletje? This is a single. Is this a singletje? Yes. Yes, you're all together. Now, how long do you stay now? How long stay together? Yes. How long we've been together? Yeah, you can also say that, yes. 11 years. 11 years? Yeah, 11 years. Yeah. Oh, you look older, eh? Yeah. We are. Okay, hot chocolate! Even bellen, wat. Wat is dat voor. Hallo? Wil u opschieten? Is dat, hè? Wat staat hier als een wilde te rammen op de deur? Wat is dit? Is wat krijgen we nou? Wat gebeurt hier? Ik wil hier telefoneren. Wat gebeurt er allemaal? Hoezo? Wat gebeurt er allemaal? Wat doet u daar binnen? Wat ziet u eruit? Wat is hier aan de hand? Ik zit gewoon binnen met mevrouw naar de televisie te kijken. Dat doen we altijd. We gaan lekker onderuit zitten in pyjama. Dan kijken wij. Hoezo? Zit u televisie te kijken? Is dat verboden? Met uw vrouw? Ja, wat. In een openbare telefooncel? Dit is een telefooncel? Nee, kijk, ik heb doorgekrast ook. Deze is gekrakt. We hebben de cel gekrakt. Gekrakt? Natuurlijk, gewoon gekrakt. Maar man, daar heb je helemaal het recht niet toe. Oh nee? Ik moet toch ergens wonen? Hè? Waar moet ik daar gaan wonen? Ja, weet ik veel. In de cel. Ik moet toch ergens bellen? In de cel? Moet u bellen? Ik moet bellen, ja. Ongeluk. En als het kan, een beetje gauw. Ik heb dat is me nog nooit mee. Zeg eens. Ben je erbij? Hey, wacht eens even. Wat bedoel je daarmee? Ken je erbij? Je moet toch bellen? Hé, wat zijn we leuk, zeg. Ik ga niet aan de fietsbal bellen, ik moet hier bellen en nou is het een keer afgelopen met die flauwekul. Nou, je kan nou wel mooi verkleed even, wezen, maar dan gaat jij niks. Ik heb haast, ik moet bellen, ik moet bellen. De kinderen slapen! De kinderen, er hebben niks mee te maken. De kinderen slapen! Ik moet. U wordt bedankt. U wordt bedankt. Dan kan ik de hele nacht op gaan zitten omdat u zo nodig wat schreeuwen hier. Snel! Heb u daar een kind binnen liggen? Moet het buiten leggen dan? Hoe is het toch mogelijk? Ik moet hier alleen even bellen. In wat voor een wereld leven we hier eigenlijk? Ja, dat vraag ik me ook. Wat is er nou? Wat is hier aan de hand? Ja. Wat is hier aan de hand? Die gek die moet bellen. Die komt hier op de deur aan om te bellen. Juist. Dat hij even lekker in het cafeetje erop de hoek, hè? Ja. Dat doe ik helemaal niet in een cafeetje op de hoek. Dat doe ik hier in de cel. Maar straks vragen we ook nog even naar het toilet. Mag hier, daar kunnen wij er niet aan gaan beginnen. Natuurlijk niet. Ik moet hier bellen. Ja. Welk nummer staat hier? Ja, je kent er niks mee binnen, hoor. Welk nummer staat hier? Nummertje 48. 48? Welke straat is dit? Dit is de Angelierstraat. Angelierstraat, daar wonen wij. Begrijp je wel? Nee, u hebt er niks te wonen, ik heb hier te bellen. U hebt helemaal niet het recht om hier te bellen, hoor. U gaat toch zeker geen mensen lastigvallen om eventjes in huis te bellen? Zal ik eens wat zeggen? Als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Dan maak ik er politiewerk van. Oh. Ik haal de sterke arm erbij. Wat een rare mens heb je toch vandaag? Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk niet. Nou, we gaan lekker verder kijken naar televisie. Heel stuk gemist door die gek met een gezeur. Het zal lekker worden, zeg. Het zal even lekker vrij worden, zeg. Als u even mee wil komen, agent. Dan kan ik het. Ja, niks rustig, niks rustig. Dit is een openbare telefooncel. En wat denkt u? Er woont een heel gezin in. Ja. Ja. Dat is een hele vreemde zaak. Ja, maar er gebeuren tegenwoordig zulke gekke dingen. Daar zijn we er al aan gewend. Oh, bent u er aan gewend? Nou, ik kan er niet aan winnen en ik wil bellen. Die mensen moeten eruit. Zal eens kijken wat ik eraan kan doen, hè? Zal eens kijken. Ik zal maar even maatregelen nemen. Nou, ik zal zeggen dat ze eruit moeten. Juist. Heel verstandig. Prima. Nou weer. Oh, agent. Ja. Goed dat u even komt. Ik word namelijk steeds lastiggevallen door een man die wil bellen. Dus daar staat hij. Die wil hier voortdurend bellen. U begrijpt wel, dat is huid. Vreemde breuken kennen wij niet hebben. Dus als u mee kan nemen, kan ik weer verder tv kijken. Nee, wacht eens even. Als u uitgesproken bent, wil ik ook eens wat zeggen. Juist. Mag.
Weet u dat u een overtreding bent? Overtreding? Ik zeg gewoon televisie te kijken. Ja, u heeft een gemeente publieke telefooncel bezet om in te wonen. Natuurlijk. En dat is verboden. Verboden. Mag ik u daarom vriendelijk, maar zeer dringend verzoeken deze ruimte op staande voet te verlaten? Staande voet? We kunnen niet op morgen wachten, we zitten net naar de televisie. Meneer, u verstaat me toch wel? U kunt het wel horen. Ik heb gezegd op staande voet en dat is nu. Okay. Hoor je het? De sterke armen... Alleen is natuurlijk nodig om wat bellen. Ik moet bellen, ja. Hup. En eruit met jou. Jongens, we moeten eruit. Kom maar. Er is niks te doen. Kom maar, jongens. Neem de spullen mee. Het is toch niet te geloven. We moeten bellen. Nou, is er niet van nodig. We moeten er even nodig bellen. Maar het is wel mijn telefoon. Ja. Wat echt de paling zou vinden hoe ze dat hebben. Ze lekker houden van paling. Houden jullie van paling eigenlijk? Ja, ik vind het wel lekker. Ja. Af en toe hoor, niet altijd. Nee, niet altijd natuurlijk. Het wordt ook minder, hè, de paling. Hè? Ja. Er zit zoveel kwik in tegenwoordig, hè? Nou, er zit veel kwik in. Ik heb toch vorige week had ik een paling, er zit zoveel kwik in. Die heb ik thuis aan de muur hangen als thermometer maken.
Hey, wat leuk jullie waren. Het is nieuw, hè? Het is een nieuwe plaat. Het is van LP ook. Ja, hij komt wel op de nieuwe LP. Je praat even met haar, vind je niet erg, hè? Nee, met jou moet ik altijd gelijk spelletjes gaan doen, begrijp je wel? Ja. Zeg, leuk is dat. Ja, is van LP? Ja, ja. Oh ja, hoe heet LP? Dat weten we nog niet, want dat weten we nog niet. Een leuke titel, want origineel, hè? Dat weten we niet, dus dan kan u dus naar vragen. Naar een nieuwe LP, BZN. Hey, BZN, hebben jullie ook veel contact met jullie moeder? Met onze moeder, zeg jij zonder naam? Is ook veel? Oh, is dat... Nee, ja, maar dat is mijn moeder niet. Ach, weg. Nee. Ach, weg. Wat een verkeerd begrip. Ik denk, wat heb dat mens een hok kinderen? Waar haalt het vandaan, hè? Ik dacht dat jullie van haar waren. Is niet zo? Niemand? Ach, nou, dan kun je niks aan doen. BZN, dames en heren! Ja! Ja, dat weet ik wel. Ik weet wel dat we dat hebben afgesproken. Maar ik heb er nu geen tijd meer voor. Ik denk dat er nog een paar patiënten in de wachtkamer zitten. En dan moet ik snel naar het ziekenhuis. Kom daar dan maar naartoe. Hè? Ja, oké. Okay, dan zien we elkaar daar. Tot straks. De volgende patiënt, graag. Hallo. Ah, goedemiddag. Goedemiddag, dokter. Goedemiddag. Ja, het zit namelijk zo. Help! Wat krijgen we nou? Wat gaat u? Oh. Ik was eerst. Laat u eens even. Wat krijgen we nou? Ik was eerst, dokter. U bent helemaal niet aan de beurt. Ik ben eerst aan de beurt. Ik zit al heel lang in de spreekkamer te wachten. U moet gewoon op uw beurt wachten. Hallo. Ja, gewoon op uw beurt. Zal even lekker, want als iedereen maar zo naar binnen komt... Misschien was die mevrouw wel eerst, zeg. Hoe kan het eigenlijk? U had toch wel een nummertje getrokken, ja? Een nummertje heb getrokken. Nummer 6. Ik heb 6. Nee, u hebt geen 6. Ik heb 6. Ik heb 6. U hebt 9. Ja, kom. Hallo. Dat zal het lekker worden als iedereen... Ik heb maar gewoon, mevrouw. Blijft u maar even staan. Ik heb 6, hoor. En nou, ik heb 6. 6 is aan de beurt, hoor. 6 is aan de beurt. Juist. Eerst komt 6. Oké, 6 is aan de beurt. Daar gaat niemand voor 6. Maar luister. Eerst komt 6. Maar ik kom er even tussen. Eerst komt 6. Maar ik ben de dokter. Wat je de president zelf. Eerst komt 6. 6, kom nou. Hup, vooruit. Nee. U bent hier gekomen om de dokter te consulteren. Ja. Nou, en ik ben die dokter. Ah. 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 Ik ben de patiënt. Ja, natuurlijk, dat mag ik wel. Nou, moet u even goed luisteren. Even rustig blijven allebei. Ik ben nogal een beetje gepasseerd. Door wie? Nee, ik heb weinig tijd. Oh. Nou, wil ik u even allebei tegelijk te woord staan, mevrouw. Was u nee? Even nee, 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 nee. En wij horen niet bij elkaar of zo. Nee, hoor. Ik ga niet tegen. Ik ken dat hele mens niet. Ik ga niet met haar samen. En dat begin ik helemaal. Oh. Ik zei, ik heb weinig tijd en anders moet u morgen terugkomen. Of u morgen terugkomt. Dat heb ik niet gezegd. Ik morgen terugkomen. Doe dit toch niet zo kinderachtig. Even een informatief gesprekje. Gaat u daar zitten, mevrouw. Meneer, neemt u hier plaats. Het is zo gebeurd. Gaat nou, het helemaal lekker worden. Ze zeggen, moet ik met die man. Wel even prettig worden. Ik heb er niet op gerekend. Zo rustig. Kan ik gaan vertellen wat ik heb waar zij bij zit? Wel even. Dat komt. Voorzichtig aan, mevrouw. Dat komt, ik moet naar het ziekenhuis. Ach, wat heb u? Nee, daar heb ik ook spreekuur, begrijpt u? Nou, vertelt u maar eens even, mevrouw. Hoe is uw naam? Mevrouw Driessen. Mevrouw Driessen. En bent u particulier? Particulier, ja. Particulier, juist. En u bent? Fons. Wat bedoelt u? Fons. Oh, ziekenfonds. Ja, dat kan je wel zeggen. Met knappe roert, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat klinkt eigenlijk wel leuk. Ja, ziekenfonds, dat komt leuk uit eigenlijk, ja. Had ik zelf nog niet aan gedacht. Zie, daar gaat ziekenfonds. Oh, wat heeft die? Ziekenfonds. Laat u maar fonds. Ziekenfonds. Zo, eens even kijken. Ah ja, ik zie het al. U bent in verwachting, hè? Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet eens dat dat kon, eigenlijk. Ik heb het niet tegen u, meneer. Ik heb het tegen mevrouw Driessen hier. Oh. Nou, dokter, dat kan ik wel zeggen. Ik ben niet in verwachting, hoor. Nee, nee. Mevrouw, neemt u mij niet kwalijk. Ik heb hier duidelijk genoteerd op de kaart... dat u ongeveer zo'n 3 maanden in verwachting bent. Ja, u bent zeker 3 maanden in verwachting, ja. Ik ben absoluut in verwachting. Zelf misschien niet meer dat gebeurt, maar u bent echt in verwachting. Zeg, wil u het er even wel buiten houden, ja? Maar als de dokter zegt dat u in verwachting bent... dan bent u eigenlijk wel in verwachting, ja. Die gaat de dokter niet voor uw dokus neer. Dat zal even lekker worden, zeg. U als bent in verwachting. Als ik niet in verwachting ben, dan ben ik niet in verwachting, hoor. Ja, maar je bent nog niet weg hier. No. Als je nou eventjes, eventjes rustig blijft en u zich er niet mee bemoeien. Mevrouw, er staat hier dat...
Oh, wacht eens even. Bent u mevrouw Adriessen? Nee! Oh, wie bent u? B. Driessen. B. Driessen, die heb ik niet staan. Dan zal ik even noteren, mevrouw Driessen, wat zijn de klachten? Nou, kijk. Ik heb een ongelukje gehad. Ja, zo raken de meesten in verwachting. Nou, meneer. Even de mond dicht, ja. Ik werk namelijk in een snackbar. U werkt in een snackbar? Ja, en dan sta je de hele dag zo op je benen te staan, nietwaar? Ja, maar mooi anders op gaan staan. Nou. En de mens wil ook wel eens een keer gaan zitten, hoor. Tuurlijk, mevrouw, rustig aan. Gewoon, ik was over mijn toer, ik wilde gaan zitten. Begrijpelijk, begrijpelijk. Nou, toen ben ik gaan zitten dan. Ja? Op het fornuis. Op het brandende fornuis. Op het brandende fornuis, dokter. En hoe is het nou met de fornuis? Even stilgaan. Ik vuil niks meer. Dat is heel vervelend, mevrouw. Dat is heel vervelend. Heel vervelend. En nou? En nou? Ja. Zegt u maar weer. Ja. Ja. Nou heb ik mijn dinges verbrand. Wat heb je verbrand? Mevrouw heeft haar dinges verbrand. Zijn de dinges verbrand daar? De dinges verbrand. Zou ik even ze vragen of ze alle twee verbrand zijn of één? Is dat al bekend? Dat heb ik nog niet kunnen zien. Oh, wordt naderhand bekendgemaakt via teletext. Mevrouw, dat is een heel vervelende zaak. Dat is maar heel vervelend. Alvorens ik u kan onderzoeken, moeten we even temperaturen. Ja, even temperaturen, dat mag gebeuren natuurlijk. Hè? Even temperaturen, tuurlijk. Dat maak ik wel uit, ja? Ja, natuurlijk. Even de thermometer onder de tong. Oh. Ja. Oh ja, oh, dat kan ook, ja. Nou, en vertelt u eens, meneer, wat zijn uw klachten? Last van mijn knie. Oh, pijn in de knie? Enorm last van de knie. Dat is vervelend, ja. Daarom kom ik langs, hè. Welke knie is het? Ik heb de rechterknie. Enorm last van de rechterknie. Steekt, dat he, zal wel steekt. De andere rechterknie zijn, hè? Welke andere? Ik heb één rechterknie natuurlijk. Nee, u verwisselt ze. Ik verwissel. Oh, als ik zo ga zitten? Ja, natuurlijk, dan is het precies andersom. Dan heb je geen zo ook trouwens. Dat is zo precies andersom. Ja, nee. Maar ik heb nou even last van de. Ja, dan zie ik ze weer door elkaar te gooien. Dan weet ik het zelf ook niet natuurlijk, hè? Deze steekt in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Deze doet gevoelig. Pijn in de knie. Ja. Dat heb ik. Oh, heb je het ook? Nee. Ik bedoel, dat is me nu duidelijk. Oh, duidelijk. Hoe gaat dit? Hoe gaat dit? Nou, het ziet er een beetje mijn shock uit, maar het gaat. Nee, ik bedoel, is dat pijnlijk? Nou, als u het doet, heb ik er geen last van. Laat u maar. Pijp omhoog. Wat? Pijp omhoog. Oh, even de pijp omhoog. Ja, tuurlijk. Juist. Thermofiel? Nou! Zeg toch wat ze doen? Zoiets zeg je toch niet? Niet normaal meer. Houdt u zich dan maar even buiten. Geeft u mij de thermometer maar, mevrouw. Ach, kijk eens even. Dat is een prachtig temperatuurtje. Oh, dat is fijn. Je zal het hebben met je vakantie. Ja. Mevrouw, als u even achter het scherm wilt gaan en u helemaal ontkleden, dan zal ik u even onderzoeken, ja? Nou, ja. Gooi maar los de boel. Laat de elastieken maar knallen. Laat u gaan maar. En meneer, als u ook even achter het scherm u wilt ontkleden, ja? Wat zeg u? Meneer en u samen even achter het scherm opleggen. Oh, nee. Maar ik ga niet met haar straks niet weten waar de voor nodig is. Nee. Ik ga niet samen met haar achter het scherm. Nou toch, mensen. Niet, we gaan toch gemengd in de sauna tegenwoordig. We zijn toch volwassenen onder elkaar. Ik ben beperkt in mijn tijd. Kom nou even. Ja, maar hoe moet ik... Nou, het is voor mij ook niet zo leuk om met twee van die verbrande jongens naar te Ik heb dat onnodig. Schiet nou alsjeblieft even op. Ik heb al zo weinig tijd. Ik moet nog even bellen. He, wat de mensen de toestanden maken tegenwoordig. Hallo? 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 Hoe gaat het? Oh, nou, we zijn net begonnen eigenlijk, hè? Begint nu. Kun je het wel redden alleen?
Jawel, we gaan eens. Jawel, hoezo? Zeg, of moet ik soms even langskomen? Ben je gek. We redden het best zo, hoor, met z'n tweeën. Ja. Mooi. Dank je. Zeg, vertel eens. Heb je een mooi uitzicht? Nou, ik kijk in een soort dal eigenlijk, hè. Een soort geuldal. Met een blokkert. Zeg, hoe is het eigenlijk met de twee jongens? Nou, daar zit het ook niet veel in. Hallo. Ja? Ik vraag, hoe is het met de twee jongens? Ach, die gaan net buiten spelen, zie ik. Ze zijn pas terug van vakantie, hè? Ik geloof het wel, ze zijn behoorlijk verbrand in ieder geval. En nou ben ik echt benieuwd, hoesten ze nog? Nou, ik heb ze nog niet gehoord vandaag. Zeg, wil je ze de hartelijke groeten van me doen? De groeten? En geef ze een dikke pakkert. Oké. Okay. Nou, jongens, jullie hebben de hartelijke groeten en jullie krijgen een dikke pakkert. Ben jij nou toch helemaal gek geworden, vader? Wat gebeurt er? Ik wil ze gewoon even de groeten doen, maar daar houden ze niet zo van. Maar ik heb het even bekeken, maar ze zijn behoorlijk verbrand, hoor. Oeh, die zijn behoorlijk verbrand. Zo. Eerste graadje zeker, dat wordt nat houden die boel, hoor. Dat maak ik wel uit. Wat hebt u daarmee te maken? Ik ben van de brandverzekering. En dan zijn we nou weer toe aan het muzikale, hoe heet het dan? Ja, muzikaal natuurlijk. We gaan muzikaal verder en we hebben ze weer overal vandaan laten komen, hoor. Dan kwamen ze weer over die grote zee, hè. En hier hebben we al een bekende, hele bekende Doris D. Ah, daar komt ze. Zo. Ziet dat er even smakelijk uit, hè? Makkelijk eten. Hallo, leuk dat je er bent, zeg. Je bent er niet alleen, waar zijn de pins? Nou, ik ben de pins kwijt. Het zit nog in de file, denk ik. De pins zit in de file, We moeten nu... Je moet nou optreden. Hoe kan dat? Moet je zonder pins? Ja, ik weet dat niet. Kan helemaal niet. Je moet toch een... Mag ik even trapperen? Mevrouw de Bok, ja. Ja, ik hoor dat u in moeilijkheden zit. De pins zijn in de file of zo? Ja, zit in de file, zou u mijn man en mij samen, Arie en ik, kunnen gebruiken? Wij dansen alles. Maar ik bedoel dan niet dat meneer en mevrouw de Bok hier zo uit de kant... Ja, natuurlijk ken dat wel. Wij doen alle dansen, komt dingen ze mee. Ja, maar dit is disco. U bent toch niet in de... Wij dansen disco en Travolta ook. Oh, ja? Wij dansen alles. Oh. Ja. Nou ja, er zit niks, de pins zijn er zit niks aan. Als u dan Arie even wil halen, dan kondig ik u even aan. Zal ik Arie even? Oh, ja. Dan ben ik zelf. Nou, dat wordt een spek aan nagel, dames en heren. Ik vraag u speciale aandacht voor een nieuw optreden van hier is Doris D. en The Box. Tonight.
Goedenavond, dames en heren. Dank u zeer voor dit hartelijke applaus hier. En goedenavond thuis allemaal. Wij gaan dit programma onderbreken met een extra uitzending van de weekendquiz. Althans, een gedeelte daarvan. U bent niet gewend dat ik dat presenteer, maar u weet, de quizmasters willen nog wel eens stuivertje wisselen zo met de omroepverenigingen. En daarom mag ik dat dan nu voor u presenteren, dames en heren. We doen dat gedeelte uit de weekendquiz waarin de monitor een grote rol speelt. Even nog uw geheugen opfrissen, u weet het. Twee kandidaten, één krijgt de monitor, daarop staat een woord. En die kandidaat moet door middel van gebaren proberen uit te beelden welk woord er staat. Kandidaat nummer twee moet dat raden. In dit geval hebben we geen aanstaande echtparen, maar twee mensen die al misschien zo'n 30 jaar met elkaar getrouwd zijn. Kortom, voldoende wat de inleiding betreft. Uw aandacht en hier in de studio graag een hartelijk applaus voor de eerste kandidaten. Hadden we toch gezegd, dat hadden we toch afgesproken. Als de muziek zou klinken, dan zou u vandaar opkomen. Oh, ik dacht dat ze een beetje aan het rommelen. Nou, dat wist ik niet. Wij stonden klaar, zo doen we. Ik zeg tegen Bert, dat zal nou toch niet zijn, hè? Nee, precies. Dat zei ik toch ook. Desalniettemin, hartelijk welkom. Welkom. Oh. Meneer en mevrouw. De Bok. Ja. Dit is Bep en ik ben Arie. Wij zijn de Bok. Ja. We vinden het fijn dat u aan onze weekendquiz wil meedoen. Ja, dat lijkt mij ook voor u natuurlijk. Ik zou zeggen, zullen we maar meteen beginnen? Waarmee? Wij willen namelijk de diepvriezer hebben. De diepvriezer hadden wij besloten, ja. Wij komen voor de diepvriezer. Wat bedoelt u? Met de laden, de diepvriezer, want anders moet je zo onderin. Dat is wat makkelijker dan zo'n kist. Wij willen graag de diepvriezer, want Beb staat nou de hele kerstmis buiten met een kalkoen. Ik zeg, maak als een diepvriezer in, hè. Dan kun je binnenkomen staan. Maar het is nog geen kerst. Nee, maar als kom, dan hebben we het. Tuurlijk, dan hebben wij hem vast. Ik moet even onder voorbehoud even zeggen. Kijk eens, als u voldoende aantal woorden raadt. Ja, misschien zit er dan een diepvriezertje in. Je wint toch altijd, hoor? Tuurlijk, je wint altijd. Een bloemetje krijgt u sowieso. Oh, zullen we maar we hebben liever de diepvriezer. Ja, natuurlijk. Wie weet krijgt u hem. En een hele mooie. Oh, ja, we krijgen hem. Gaat u zitten. Oh, dat is fijn. Oh, er staan hier stoelen, Beb. Dat is makkelijk om te zitten. Ja, dan kun je natuurlijk lekker zitten gaan, hè? Kom ik gezellig eventjes bij u staan. Nou, moet dat. Nou, dat is zo de gewoonte. Oh, dat wij zijn liever met z'n tweeën in beeld, als u het niet erg vindt. Want ze zitten namelijk te kijken naar ons. Ze kijken natuurlijk. En ze nemen het op die video, dus dat is natuurlijk zonde. Als u er tussenin staat, dat is natuurlijk een... Ik wil even de groeten doen, als dat even kan. Wat ga je doen? Ik wil even de groeten doen, hè. Oh, doe even de groeten. Dat kan ik me voorstellen dat u dat wilt, maar dat kunnen we helaas niet toestaan. Hoezo? Nee, anders duurt het allemaal veel te lang als alle mensen de groeten gaan doen. Ja, maar het zal even lekker worden. Als Bep de groeten wil doen, doen ze de groeten natuurlijk. Zo is dat, hoor. Wat krijgen we nou? Wij betalen toevallig wel. Kijk, geld, wat zijn we nou krijgen? Even dan. Hoor even. Bram, hier ben ik, Bep. Dag. Zie je morgen. Wie zit je nou gedachten zeggen? De melkboer, Bram. Je gaat er niet uitgebreid voor de televisie de melkboer gedag zitten zeggen, Beb. Wat is het nou? Hoezo ken je dat niet? We moeten de mensen wel niet van denken. Wie gaat naar zijn melkboer? Dat doet toch niemand? Dat doe ik. Dag, Toos. Wie is Toos? De groentevrouw, die helpt mij ook altijd. Dag, Toos. Als jij Bram gedag kan zeggen, kan ik Toos wel even lekker worden als ik de melkboer voor je dag zeg. Hoe kan ik Toos te gaan zeggen, hoor? Want dan pik ik die bespreking wel even mee. Zo hebt u even de groenten gedaan. Ik heb thuis nog wel. Nee, ik jou ook. Zullen we gauw beginnen? Om prijzen te kunnen winnen? De diepvriezer. Ja, dat zullen we voor u hopen. Oh. Laten we beginnen met het eerste woord. Het verschijnt... Oh, wacht even. Wie neemt de monitor? Ik neem de monitor. Nee, ik neem de monitor. Hè. Ik neem altijd de monitor. Ik neem de monitor. Mevrouw heeft de monitor. Prima. Gaat uw gang. U kunt vragen om het eerste woord. Dan gaan we van start. En dan moet ik erop wijzen. Kan ik al Denk beginnen? Aan de tijd. De tijd loopt. Loopt. Wat staat er bij ons op de schoorsteen? Ja, er staat zoveel op de schoorsteen. Bep, laten we niet van die moeilijke dingen. Gewoon, wat staat er op de schoorsteen? Er staat van alles op de schoorsteen. Een klok. Nee. Een ding. Hoe heet het? Hoe? Zo. Zit er op die tijd die drinkt daar? Een fotootje staat op de schoorsteen. Foto. Hoe was het? Dat was niet. Oh, we hebben de diepvriezer. Ah, dank u. We hebben de diepvriezer.
Hallo. Dan willen wij graag verder gaan voor de wasautomaat. Er zijn nog geen prijzen. Vraagt u nou snel volgende woord. Denk dan. Aard, heb ik hier? Je kunstgebied. Nee, suffert. Tanden natuurlijk. Je tanden. Oh, u mag het woord niet noemen. Dit kunnen we niet goed. Ja, maar ik heb niet gehoord. Ik heb niet gehoord. Okay. Ik hoorde het niet. Zeg u maar volgende woord. Gauw volgende woord. Oh, Aard, dat moet je weten. Ja, Web. Wat heb ik in mijn schoen? Je geurvreters. Nee! Wat heb ik nou in mijn schoen? Jij weet toch wat? Je hebt van alles in je schoen. Je hebt extra ogen in je schoen. Nee. Je hebt likdorens. Nee. Hoe heet die dingen? Hamertenen. Nee. Ander woord, alsjeblieft. Volgende woord. Ja, toch, volgende woord. Ja, natuurlijk. Ik let toch op, Beb. De diepvriezer. Ja. Snel, denk op de tijd. Volgende woord. Wat hebben Beb en Joop in de achterin in de tuin? Jouw broer? Mijn broer. Een illegale jeneverstokerij. Toch niet zeggen voor de... We vragen dan ook niet, meer. We knippen niet. De mot eruit geknipt. Volgende woord, vraagt u nou een volgende woord. Volgende woord. Wat heb ik hier? Waar? Een hoedje. Een nee. Hoedje. Nee. Wat heb ik hier nou onder? Je hebt last van, ze hebben last van Roos. Ze hebben enorm last van Roos. Nee, wat nou nee? Als je zo doet sneeuwt, dat weet ik dan. Wat wilt u? Volgende woord. Dat moet je weten dan. Wat ga je doen, Ben? Wat heb ik hier, Aar? Hier. Je steunkorset, Ben. Nee! Je weet toch hoe ik eruit zie? Schiet op, volgende week. Wat heb ik nou hier normaal? Oh, vetranden. Maar dan hoef je naar de blijven. Vraagt u om het volgende woord. Ja, maar die vrieskast, daar zit ik om te denk denken. Denk aan tijd. Eens even kijken. Wat doen wij als we op vakantie zijn iedere dag wel eens een keer? Kom op, Ar. Kom op. Wat ga jij nou maken, Alan? Wat ga je nou toch zeggen, Alan? Denk nou aan die diepvries in de auto. In de auto? Dat gaat er niet zeggen in de auto. Wat bedoel je nou? Begrijp je? Kom nou wat in de auto ook doen. Heb doe nou met ook. De buren. Met de buren. Dat gaat er niet zeggen voor die televisie. Drie keer per dag. Drie keer per dag. Hou nou maar. Iedereen zit te kijken. Iedereen, alle kennissen kijken. Hou nou maar. Nummertjes. Nummer van Anderwoord. Wat is nou jammer? Hoe jammer? Wat is jammer? De tijd is om. Oh, hebben we hem, de diepvriezer? Ach, we hebben hem, de diepvriezer. Even zeggen, ik wil u bijzonder hartelijk bedanken. We hebben graag gedaan. Kan u meteen inlaaien? Ja, graag. Kan u me inlaaien? U had één woord goed. Wat mooi, hè? En dan toch al een diepvriezer. Ja, je krijgt er gewoon helaas geen prijs. Wat? Wat nou? Nee. Het bloemetje krijgt u sowieso... Ja, nee, maar wij krijgen toch wel... We hebben toch recht op een prijs? Wat zouden we nou krijgen? Helaas. Natuurlijk hebben wij winnen altijd. We winnen altijd een prijs. Er is geen prijs, het spijt me zeer. Natuurlijk hebben we wel een prijs. Tuurlijk. Nee, we nemen de monitor. Zo is dat daar. Het is alweer om, we gaan gauw, hè. Gaat zo snel, hè, de tijd, hè. Nou ja, niks te doen. Nou, dat was het weer. Dag, mevrouw, meneer. Tot een volgend keer. Dank u allen zeer. Ik hoop dat elke dag vreugde geven mag. Ga door het leven met een lach. En vergeet niet dat de lach om het leven... Duur toch maar even, nemen en geven, dat is de kunst. Lach om het leven, duur toch maar even, nemen en geven, dat is de kunst. Het zit er alweer op, dit was de laatste van alle Flip Fluiketel shows. Flip Fluiketel die gaat in een hele oude doosje, die zetten we boven op een kast. U hoeft deze keer niet te kijken hoeveel keer Franse handen branden. Het was een makkie voor u thuis, het was een kopie voor de Tros. Lach om het leven, duur toch maar even, nemen en geven, daar is de kunst. Hè, van je lach om het leven, duur toch maar even, nemen en geven, dat is de kunst.